Goochelaars moet je goed in het oog houden, zeggen ze. Want goochelaars zijn vingervlug. En vingervlug, dat betekent dat ze bijvoorbeeld dit doen. Dan nu een serie touwtrucs. En als je direct begint met 3 stukken touw, dan kan je alle trucs achter elkaar doen. De eerste truc is een knoop leggen zonder dat je de uiteindjes van een touw loslaat. Dan zeggen mensen natuurlijk, dat kan helemaal niet. Dan zeg je, nou weet je wat, probeer het maar even. Dan geef je één iemand dat ene touw en de andere persoon het andere touw. Dus dan is iedereen direct bezig. Dan wacht je even tot ze het geprobeerd hebben en dan zegt iedereen, dat lukt niet. Dan zeg jij, maar ik kan het wel. Je legt het touw op de tafel. En de truc doen is ook eigenlijk meteen de uitleg. Want je kruist je armen en als je nu de uiteindjes pakt, tada, heb je meteen een knoop in een touw. En dan zeggen mensen misschien, ja, maar dat kan ik ook wel. Nou, dan kan je dus de knoop ook uit het touw trekken. En dat kan vast en zeker niemand. Nou, de knoop die je legt zonder dat je de uiteindjes loslaat, was natuurlijk heel simpel. Want je doet gewoon je armen zo over elkaar. Als je daar één keer een knoop in hebt zitten, hoe haal je die knoop dan weer uit het touw? Je houdt je hand ervoor. Maar tegelijkertijd doe je je duim door die knoop. Dus die knoop moet niet te strak aangetrokken zijn, het moet een lus blijven. En als je nu met je duim naar beneden gaat en je trekt aan het touw, dan schiet de knoop uit het touw. Je doet net alsof je hem vasthoudt en dan kan je hem laten verdwijnen. Of wat ik net deed, je maakt van een klein stukje touw een knoopje en die hou je in je hand. Nu zit hier de knoop weer in het touw. Niet te klein, dus een beetje groter. Zo. Nu ga je met je duim door de lus. Je houdt je hand aan de voorkant. En als je nu de knoop van het touw aftrekt, zo, doe je net alsof je de knoop hebt opgevangen. Je gooit de knoop in de lucht. En dan kan je hem aan iemand in het publiek geven. En ze hebben geen idee hoe je dat doet. Tjoe! De hatshoeknoop. Hoe doe je die? Als je heel snel een knoop wilt leggen, dan doe je touw in de ene hand hou je dat gewoon vast. Maar in de andere hand pak je het van boven. Dus van onder en van boven. En als je nu je handen bij elkaar brengt, pak je met je wijsvinger en je middelvinger het uiteindje van het andere touw. En als je nu je handen weer uit elkaar trekt, heb je een knoop. Dat moet je natuurlijk heel snel doen, anders ziet het er niet goed uit. Maar als je het heel snel doet, ik doe het als ik zeg, tjoe, dan gaat het heel leuk. 1, 2, tjoe. En je hebt een knoop. En die knoop kan je natuurlijk ook weer laten verdwijnen met je duim erin. Of de knoop in het publiek gooien, zoals je net al geleerd hebt. Eén hand heeft het touw gewoon, andere hand heeft het touw naar binnen vast. Met je duim klemmen, met je wijs- en middelvinger pak je deze. Met je andere duim en wijsvinger pak je deze. Als je nu roept hatshoe, krijg je een knoop.